zullen even met ons mee moeten. Mag zelf even niet meer rijden hoor. U maakt u even niet de dienst uit, begrijpt u? Ik moet vastzitten, kankerzooi. Even blijven staan. Hè? In deze aflevering zien we dat de handhavers van de Nederlandse wetten niet alleen maar bonnetjes uitschrijven voor wildplassen of fout parkeren. We zaten een paard, dat liep daar los en er zat wel een zadel op. Er zat geen vent meer bij, dus ik heb goed zitten dat die vent ergens in het bos ligt. Oei oei, motorpolitie, het hele circus is gehad voor een gegeven. Ik heb nog nooit hier zo'n politie gehad hier. Hoi. En, paard gevangen? Daar staat hij. Oh, maar er zit geen zadel op. Nee, maar dat is al afgehaald. Oh, als er de vent afgevliegd is, dan moet die vent ergens leggen. Ja, dat is het probleem. Dat hadden wij ook die dag. Waarschijnlijk uit de kennis zeggen dat een zadel is voor een meisje van die af. Ja, het is een Westerse zadel. Ja. Het is geen paard dat van een bokkerijer afkomt. Nee, want die is net al geweest. Ja, dat klopt, en die heb ik gebeld. Het kan van alles zijn op dit moment. Ja. Kazulu komt ook. Oh. Helikopter. Komt ja. Een sms-alert. Ja, hier stelt de strachten bij de 4 meter. Dan gaan wij die bochtpercelen pakken, zo richting de bocht. Ja, daar is de paard wel als eerste aangetroffen. Ja, u hoort van ons wanneer wij starten met zoeken. Wie is dat, de heli? Ja. Welkom op de briefing van de actie Noordlijn. De doelstelling, zoals gezegd, is het veiligheidsgevoel van de reizigers te verhogen. Je hebt drugs bij je? Ja. Ja? Nou, dat is niet goed. En dan blijf horen, alles wat je nog hebt in drugs. Het tegengaan van agressie en het handhaven van de orde, rust en veiligheid en de goede bedrijfsgang in de trein en op de stations. Goedemiddag, heren. Dag. Politie, Rotterdam. Hi. Ik wil even je sigaret uitmaken, ja, alstublieft. Het is verboden te roken hier, ja. In een station. Dat is u bekend? Kijk hoor, dat kun je ook vrolijk zeggen. Het houdt in ieder geval in dat we vandaag zero tolerance beleid hanteren op elk gebied. En nogmaals, bij alle overtredingen wordt verbaliserend opgetreden. Iedere politieman of vrouw ontwikkelt met de ervaring die hij of zij opdoet steeds verder een neus voor dingen die niet kloppen. Of mensen die iets in hun schild voeren. De man die we hier passeren, houdt de politieman meer in de gaten dan de overige passagiers. Dat is opvallend. Hi, goeiedag. Spoorwegpolitie Rotterdam. Die meneer die net voorbij loopt, ja. Heeft hij jullie toevallig wat gevraagd? Ja. Vroeg hij? Ja, geld hadden voor hem. Geld hadden voor hem, oké. Okay. Is er net iemand gepasseerd? Nee. Of is er iemand naar het toilet gegaan? Dat niet. Zoek je iemand dan? Hallo, politie. Kan je even openmaken? Even openmaken voor de politie. Wat is er? Hoi, wat is er? Hoi, even open. Even open. Even open de deur. Hoi, kom maar even uit. Ik neem niks aan het doen, ik was gewoon aan het... Kom maar even naar buiten. Ja, oké. Okay. Heb jij een legitimatiewijs bij je? Ik heb legitimatiewijs bij mij, wat is dat? Okay. Heb jij een vervoerswijs bij je? Ik heb ook een, ja. Oké, okay. Wil ik allebei even van je zien? Ik wil niet veel vervoerswijs. Je krijgt voor mij een procesverbaal voor het bedelen in de trein, dat is verboden. Bedelen? Ja, bedelen. Ik dat is als je mensen om geld vraagt. Ik heb dat gezien, ik dacht niet was bedelen. Ik was in bedelen, dus... Niet goed? Nee, oké. Okay. Dat is niet goed. Hè. Ik mag gewoon met de chipkaart, maar ik mag alles anders doen. Ja, maar je moet wel voor de afstempelen. Je krijgt twee processen verbaal. Eentje voor het bedelen en eentje voor het niet hebben van een geldig vervoersbewijs. Ik ga er allemaal voor komen. Maar de reden dat je aan het bedelen bent, ik ben je trein? Bedelen. Ik ben niet aan het bedelen. Oké. Okay. Hey, je krijgt twee processen verbaal. Ook op het water is er sprake van toezicht. Je vraagt je af waarop. Of de vissen wel de goede kant op zwemmen? Hartstikke mooi.
Ze hebben er een jetski die aan het sjouwen is. Dit lijkt op het eerste oog misschien wel een heel relaxte baan. Ja, dat is in ieder geval een mooie jetski hier. Ja. En altijd iets te hard. Makkelijk. Paardje mee maken. Ja. Er is een jetski gesignaleerd die zich wat te snel door het water leek te verplaatsen. Die wordt even staande gehouden. Of is het bij een vaartuig liggend gehouden? Nou ja, hoe dan ook, hij moet stoppen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wou graag even uw vaarbewijs zien, een registratiebewijs. Oké. U weet, hoe hard u hier mag varen? 12 of zo. Nou, ietsje harder nog. Maar, en u weet ook hoe hard u varen, denk ik? Nee. Nou, u ging in ieder geval iets over de 30, denk ik. Ja, dat geloof ik niet, want dan moet u planeren. Ja, maar dat ging u al bijna, dus... Ja, dat geloof ik niet. Nou. En hoe bepalen jullie dat ik het hard ga? Ik kan het... De ervaring die ik heb van bijna 25 jaar, kan ik wel zien dat u te hard vaart. En ik vaar elke dag op het water. En ik kan, we hebben zelfs een GPS waar ik kan zien bij welke toerental ik te hard vaar. Het is heel leuk dat jullie mij aanhouden, maar er zijn hier van de jochies bezig met een kluide en een bootje en een band erachter. En dan halen jullie mij er tussenuit. Ik heb net een soort idee dat zodra er jetski is, dat jullie er gelijk tussenuit komen. Als jetski zich normaal gedragen, dan is er ook niks in de hand. Varen ze veel te hard, krijgen ze een prent. Geef je een zetje, dan ben je los. Hoi, hoi. Jazeker, ook op het water gelden vele regels, maar niet alleen erop. Ook langs de oevers is dat het geval. Hier zijn twee jongens bezig een mooi visstekkie voor zichzelf te creëren. Nou jongens, dat is niet de bedoeling. Ik ga hem plek maken. Is hij ermee bezig? Ja, hij is aan het knippen. Kom maar. Dat denk ik niet, vriend. Nee. 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 Wat denk je zelf? Dit is niet de bedoeling wat u nou doet. Nee, dat klopt. Maar we dachten van we gaan een klein stukje. En ik weet het ook wel. Oh, nou, dat is nog erger. Als het eenmaal één plekje wordt, dan wordt het plekje alleen maar groter, hè? Ja, daarom. Ik denk, eerder was het ook altijd zo groot. Oh. Het was eigenlijk dichtgegroeid. Ja. En de vis die weer wordt eerst... Dat is precies te bedoelen, nou, dichtgegroeid. Ja, die kracht kun je niet zo in gaan snoeien, hè? Ja, dan snoeien we alleen maar een stukje van nou, dit gaat... zo. Nee, maar er wordt gewoon niet meer gesnoeid. Nee, ik zal ook verder niet gaan snoeien. Dat klopt. Ja. Nee, dat is sowieso. Ja. Ja. Ik zal hem wegleggen. Was er niet nog een meter verder? Nee. Nee, ik heb... het staat nou op film, dus... Hé, hey, Wenner, met Kees. Hé, hey, Wenner, die paardenfluisteraar bij de toren, die heeft toch IJslanders, of niet? Er loopt een los, maar er staat een zadel op, maar er is geen ruiter meer bij. Die kan er dus afgeflikkerd zijn, maar ze kunnen er ook afgetrokken zijn natuurlijk, als de meisje is. Die vent die ik op het oog heb, die komt dan voor een aanmerking. Die heeft die aparte zadels. Die heeft ook andere paarden. Ja, ja. IJslanders. Ja, dit is geen IJslander, dit is een kruising. Dit zijn aparte paardjes, die hebben zo'n telgang. Dat zijn andere paardjes. Dit paardje draaft gewoon. Terwijl Kees over het paardenras staat te filosoferen, wordt zijn aandacht door iets anders getrokken. Kijk, dat is nou een IJslander die daar aankomt. Dat kan je aan het lopen horen. Dat is net zo'n paardje. En met dat paardje komt ook de oplossing aandraven. Jou zijn we net aan het zoeken. Hè? We hadden jullie al een half uur nadat ik er vanaf gevallen was. Ja, oh, ben jij er vanaf gevallen? Ja, nou, we hebben hem hier in de wei lopen. Nee, maar dan eerst de oplossing. Ja. Waar ben je eraf gevallen? Ja, gewoon een breed pad. Oh. En ja, dan zakte het zadel. Ja. En dan op een gegeven moment is het gewoon laten vallen. En toen ben je naar huis gelopen en aan de paard gepakt? Ja, ja, ja. En toen? Nou, die aan het zoeken geweest? Ja, naar haar. En op een gegeven moment rook ze er, want dan gaat ze pad in. Ja, ja. Maar het is gereden. En ze neigt al deze kant, toch? Maar... Ja. Hoe heet die paarden? Mirens. Zie je het? Hun zijn allemaal met de IJslanders. Ik zei, er zijn geen IJslanders. Ja. Hij zoekt contact. Kijk maar, daar komen draven. Zie je? Ons niet meer nodig, hè? Helemaal. Wens ik jullie veel succes. Ja, bedankt, hè. Oké. Als je een paard naar huis wil, prima, dan ga ik op de motorfiets. Ja, dat is goed. Spoor 1, komt een man in spijkerpak naar beneden, hou die even staande voor mij. Why did you give a false address? It's not a false address, I live there. You can go with me. No problem. Alle mooie voorhand. Hij is niet dood. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat heb ik misschien niet goed genoeg gedaan. Spoorwegpolitie in Rotterdam. Meneer, werkt u mee? Ik heb... Gebruik je wat er wel, meneer. Hey, deze mag je niet krijgen. Daar buiten.